Rudy Kousbroek zegt in een interview met Vrij Nederland deze week, en ik citeer: nationale trots is een soort zelfrespect, een gevoel van continuïteit met het verleden. Bijvoorbeeld dat men waarde hecht aan de historische overblijfselen in een land. Einde citaat. En in dezezelfde week wordt Rudy Kousbroek op zijn wenken bediend. De Katholieke Universiteit van Tilburg krijgt een leerstoel ter bestudering van de eigen Brabantse cultuur. En deze week, woensdag, werd in Den Haag een museum geopend ter conservering van het volkseigen. Waait er een nationalistisch windje door de nieuwe multiculturele samenleving? Hartstikke mooi. Komt weer allemaal terug, hè? Dat je precies kan zien hoe het allemaal was. Ja, maar zo mooi was het dus niet, hè? Dat is knap ei allemaal. Toch? Vroeger? Ja. Ja. Maar zo is het niet meer, hè? Zoals vroeger. Nee, maar het was wel zo. Het was wel zo? Ja. En dat kun je nou in het museum zien, hoe het was. Ja, en zo mooi was het niet, zeg ik dus. Nee. Zo. Maar het is toch mooi dat je nou kan zien dat het vroeger niet zo mooi was? Nou, dat zie je dus niet. We hadden er 14 kleine kinderen door het keukentje moeten kruipen. Dat ziet er niet. Nee. Want zo mooi was het niet, hoor. Dan is het geen museum. In een museum zie je precies hoe het was. Hoe het was? Ja, nou, dan hadden ze toen een museum moeten maken van toen het nog zo was. Maar toen... Toen het was, dan had je dus kunnen zeggen, nou, zo is het. En dan kan je alleen maar zeggen, zo was het. Toen was alles dat toch nog? Je gaat toch geen museum maken van alles wat er nog is? Dat is gekke werk. Hè? En Madame Tussaud dan? Met Madame Tussaud dan? Een beroemdheid die er nog is, die is daar toch ook van was? Ja, maar die belde lekker toch voor geen meid, hè? Nee, hier zie je precies zoals het was. Maar moet ik dan blij zijn dat het niet meer is zoals het was? Nee, je moet blij zijn dat het er nog is zoals het was. Nee, er moeten veel meer van die museums komen in Nederland. Mooi. Maar luister nou, alle mensen die weten hoe het was, die zijn toch bijna dood? Die zijn toch dood straks? Maar dan kunnen de anderen toch zien hoe het was? Maar dat zijn allemaal buitenlanders. Nou. Die weten toch niet of het was zoals het was, zoals het hier is? Oh. Dat weten ze toch niet? Dus jij vindt het ouderwets? Ja, eigenlijk wel. Ergens wel. Dus als je voor later een museum wil maken om te zien hoe het was, dan moet je een museum maken van hoe het nou is. Moet je nou een museum nou maken is. Hoe het is, zie je later hoe het nou, was. Nou, ja. Zo mooi maar is het niet zoals het nou is. Nee, maar later wel. Oh. Want het wordt er niet mooier op. Dus dan moet je van hoe het nou is, maak je een museum dat je later ziet hoe het was. Goed, maar ik weet zie het, hoe het was. Ik weet het goed gemaakt en met jou. En zo is het niet meer, hoor. Ik ga nou naar het museum van de toekomst. Museum van de toekomst, waar is dat? Hier ook, schilderswerk? We zijn van de toekomst. Ook weer nieuw. Ik ga naar huis. Hé. Ja, happy. Geen bonus. Zoals het nog is. Ik ga naar huis. Nou, dat zeg ik dus. Ja, nou, naar huis. Zoals het nog is. Ja, wat had je nou niet bij?